In deze video gaan we in op HTML Basics. Nu, in een HTML pagina, wat eigenlijk een plat tekstbestand is, gaan we door middel van tags elementen aanduiden. En dat zijn structuurelementen in de tekst. Die tags hebben altijd deze vorm. Er is altijd een begintag en een eindtag. Heel bekend is natuurlijk de paragraaftag of de alinea-tag, die een alinea in de tekst aangeeft. De meeste tags hebben een eindtag. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn, maar alleszins moet een tag afgesloten worden. Tags kunnen attributen hebben. Dat zijn eigenschappen die aan de tag worden toegekend. Bijvoorbeeld hier wordt een klasse bepaald van de alinea. Of hier wordt aangegeven welke URL de ankertag moet gaan aanwijzen. Die attributen staan altijd tussen dubbele quotes. En worden al dus aangegeven. Bijvoorbeeld hier een alinea die gecentreerd wordt. Een sluittag, bijvoorbeeld hier einde P, heeft nooit attributen. We gebruiken altijd kleine letters en we zetten de waarde tussen aanhalingstekens. Nu, een HTML of een XHTML document moet altijd de volgende vorm hebben. Er moet een HTML starttag zijn. En in dat element zitten al de andere elementen. Dat kan een hoofding zijn en binnen die hoofding gaan we een title opnemen. De title is eigenlijk hetgeen dat in de tab van de browser verschijnt, boven het document. En dan hebben we het body element en daar zit alles in wat zichtbaar gaat zijn voor de eindgebruiker in de pagina zelf. Dus hier krijg je zo'n structuur. Begin van de HTML container, einde daarvan. Daartussen twee elementen, de hoofding met hier een title van het document en dan de body waar dat we de leesbare hoofdingen in de tekst hebben en de tekstelementen. Nu, dus om structuur aan te brengen zijn er verschillende elementen, men noemt dat eigenlijk ook blokelementen. Dat kan een alinea zijn, dat kan een divisie zijn, hier met de division tag. En normaliter ga je beginnen met je pagina te layouten in blokken en daarvoor gebruik je de divisie tag. Bijvoorbeeld kan je een divisie hebben voor je linkerkolom en dan een hoofddivisie voor je content van je webpagina. Eventueel nog een aparte divisie voor een footer. Naar een nieuwe lijn springen gebeurt automatisch, maar als je op een bepaald moment echt wilt zeggen ik wil in het midden van een zin bijvoorbeeld al naar een nieuwe lijn gaan, kan je dat met het BR-element. De verschillende hoofdingen, je kan tot 6 hoofdingen diep gaan, heb je hier heading 1, heading 2 en dergelijke meer. Het is heel belangrijk van een HTML-document goed te structureren. Dat zou je in Word eigenlijk ook moeten doen. Dan kan je ook rulers aanbrengen met HR, dat is een beetje verouderd wel. Hier zie je een voorbeeld van een link in een pagina, een hyperlink. We gaan hier een hypertext reference naar de pagina van de KU Leuven, de homepagina van de KU Leuven, leggen. En dat doen we met de ankertag. En href is dan een attribuut. Eventueel kan je nog een target attribuut toevoegen. Als je zegt target is underscore blank, dan ga je dan gaat de link geopend worden in een nieuw venster in de browser. Je kan ook binnen in een webpagina naar een andere locatie springen en dan kan je dus een named anchor maken. Bijvoorbeeld je zet aanneem is hier naartoe. En dan kan je vanuit een andere plaats in de webpagina met href is matje hier naartoe naar die plaats springen.
Hier een voorbeeld. Hè. Je pagina begint met een titelhoofdstuk 1 en je gaat dan direct een soort knop maken om naar de voetnoten te springen onderaan. Belangrijk ook op het web is beelden kunnen invoegen. Hier heb je de Image Source tag. Je gaat meestal toch ook de attributen width en height aangeven. Dan kan de browser perfect berekenen waar het beeldje gaat komen. En op een trage internetverbinding, waarbij het misschien wat meer tijd neemt om het beeld te downloaden, kan dat handig zijn. Dan wordt uw pagina al correct opgebouwd nog voor het beeld verschijnt. Het is altijd best de images in je webpagina op de juiste grootte aan te maken en dus niet met deze attributen de grootte te veranderen, omdat uw browser eigenlijk geen beeldverwerkingsprogramma is en hij het herschalen van een beeld niet zo goed kan doen. Standaard gaan er een aantal formaten ondersteund zijn, zoals JPEG, GIF en PNG. Opsommingen kan je in je document aanbrengen met een ordered list hier bijvoorbeeld en dan verschillende items. En je kan die opsommingen ook nesten in elkaar. Wanneer je ordered list gebruikt, krijgen die list items een nummer, zoals we hier zien. Ik begin met een ongeordende lijst. Ik heb daar drie items in, melk, bloem en suiker. En binnen melk maak ik nog een ongeordende lijst, een geordende lijst, sorry, die dan die cijfers krijgt. Heel belangrijk structuurelement zijn tabellen en vroeger werden die gebruikt ook om uw pagina te layouten. Dat is nu niet meer aangewezen. Nu doen we dat met divisions en daaraan gekoppelde stylesheets. Maar wanneer we echt een tabel nodig hebben, gaan we natuurlijk wel table gebruiken. Je kan binnen een table header hebben en een table row, waar je je data in krijgt. Hier een voorbeeld. Ik heb een tabel met een randje. Dus deze border hier. En ik heb daar twee cellen in één rij. Nu, je kan ook een klein beetje layout in de tekst gaan aanbrengen en dat wordt nog steeds gebruikt, terwijl werkelijk de font gaan bepalen van de tekst, dat doen we eigenlijk liefst niet meer in de HTML. Dat gaan we in het stylesheet doen, maar wat je wel kan gebruiken is iets in het vet zetten, iets in cursief of onderlijnd gaan aanduiden.